Stichting Wijd Mijn Lammeren heeft vandaag 1000 voedselpakketten verdeeld aan hulpbehoevenden. Dit project is tot stand gekomen met de hulp van verschillende donateurs in Nederland en Suriname, die voor een groot deel uit christenen bestaat. De drukte was er al vroeg in de ochtend op het Bronsplein, waar de pakketten werden uitgedeeld. Met hun toestemmingsbrief in de hand stonden honderden personen in de rij om in aanmerking te komen voor een pakket. Projectleider Gloria Liquicius zegt dat de pakketten elk een waarde hebben van omgerekend 10 euro per stuk. En ik besef heel goed dat de nood heel groot is in Suriname en dat één pakket maar een dag of twee meegaat. En daarom is het pakket eigenlijk een middel om de mensen te helpen om goede keuzes te maken in de toekomst. Daarom dachten we het allerbelangrijkste vandaag is om de mensen niet alleen voeding te geven, maar vooral ook hoop te geven. Zodat je kracht krijgt. Hoop geeft kracht. Dat je niet het geld dat je hebt gaat gebruiken voor Suribed of andere dingen, maar dat je goed kan omgaan met de middelen, de mogelijkheden, de tijd en je talenten die je hebt gekregen van God, je schepper. Hij heeft je gemaakt. Je bent waardevol en je kan het maken. En die hoop willen we aan de mensen meegeven. Daarom als ze komen, iedereen die komt, die moet tenminste een bon hebben. Die zijn van tevoren verspreid via sociale zaken, via organisaties, via instellingen en via kerken. En als ze hier komen, dan gaan we dan eerst een korte boodschap brengen. Hun flink boosteren, hoop inspreken, bidden met hen en zegenen. Want daar komt het pakket vandaan, van de kerkmensen. En daarna zijn er ordelijke rijen. Ook een rij voor de mensen die 65 plus zijn en dan gaan de mensen vlot en ordelijk dan hun pakket krijgen. Het gaat naar zeggen van Liquicius niet alleen om het verdelen van een pakket, maar meer om het geven van hoop. Er is eerst goed nagedacht over het ordelijk verloop van de dag. In samenwerking met de veiligheidsinstanties is er een goed plan gemaakt om dit te kunnen realiseren. Want de mensen hebben vooral recht op respect. Het zijn geen dingen die je zomaar gaat gooien of die mensen gewoon nemen. Nee, het wordt overhandigd als een cadeau voor elke Surinamer die wij respecteren en willen helpen. In haar boodschap drukt Liquicius en ieder op het hart zichzelf als leider te zien. Een leider is iemand die invloed kan uitoefenen. Daarom is het belangrijk goede keuzes te maken en vooral hoopvol te blijven, besluit Liquicius.